Een bijzonder transport op de Groeneweg in Leeuwarden. Bij het Natuurmuseum Friesland werden woensdagmorgen een olifant en een giraf afgeleverd. Het gaat om geprepareerde dieren die onderdeel uitmaken van de tentoonstelling Body Worlds, Animals Inside Out, van de wereldberoemde anatoom Gunther von Hagens. Elk dier is nauwgezet geconserveerd via het unieke proces van plastinatie, dat uitgevonden is door Dr. von Hagens. Bezoekers krijgen een kijkje onder de huid om te zien hoe allerlei dieren er van binnen uitzien. De tentoonstelling Body Worlds over de anatomie van de mens trekt wereldwijd nog steeds miljoenen bezoekers. Met het binnenhalen van Animals Inside Out heeft het Natuurmuseum een landelijke primeur. Nou, het is een tentoonstelling van Gunther von Hagens, die bijvoorbeeld heel bekend is geworden van de mensen die hij geprepareerd heeft. Body Worlds geheten, die in Amsterdam te zien is geweest, in Rotterdam. Maar hij heeft wat ik zelf vind een veel mooiere tentoonstelling dan gemaakt over dieren. Want alle mensen lijken op elkaar, maar deze dieren, er zit een olifant in, een giraffe, een koe, een panter, en noem maar op. Die zijn dus heel erg verschillend en dat laat hij fantastisch zien. Je krijgt dus echt, het heet Animal Inside Out. De dieren binnenste buiten. Nou, dat is wat je in deze tentoonstelling helemaal komt te zien. Wat jullie normaal hier in het Natuurmuseum Friesland hebben staan, zijn inderdaad opgezette dieren. Dit is iets heel anders. Ja, volstrekt andere techniek, een unieke techniek ook. Hè. Het heet plastinatie. Wat hij dus doet is via door hem ontwikkeld techniek, waarvan ik de finesses niet ken. Maar zorgt hij dat wat normaal gesproken altijd vergaat, hè, de weken delen van een dier, dat hij die in een plastinaat omzet en daardoor de originele vorm overblijft. En die zitten dus in die tentoonstelling, de complete plastinaten van een olifant, van een paard, nou noem maar op. Was het lastig om het hier naartoe te krijgen? Ja, uiteindelijk is dit een traject van 3 jaar lang praten met de mensen van Body Worlds. Want ze stellen nogal wat eisen en ze willen niet dat het overal opgesteld wordt in een klein plaatsje waar te weinig bezoekers is en waar te weinig potentie in zit. Dus het heeft wel wat moeite gekost om hen te overtuigen van dat wij een leuk deuntje meeblazen en best een succesvolle tentoonstelling ervan kunnen maken. En wat er toen echt aan bijgedragen heeft op een gegeven moment is dat we culturele hoofdstad werden. En toen kreeg het gesprek toch een andere klank. Daar hebben jullie volgens mij al heel wat moeten doen om het museum aan te passen voor deze tentoonstelling. Wat hebben jullie er allemaal aan gedaan? Nou ja, het is museum en dat moet ik de mensen van Body Worlds toegeven, is eigenlijk wat te klein. We zouden zo'n kleine 1000 vierkante meter nodig hebben om de tentoonstelling helemaal goed zoals zij het graag willen neer te zetten. Maar we hebben maar 700 en ook nog met moeite. We hebben echt alles hier leeg moeten maken. Dus de catering die zit op een hele andere plek. De hele balieruimte is leeggehaald. We verwachten toch nogal wat bezoek, dus je moet ook zorgen dat de logistiek straks intern klopt. En dit wordt dus de main hall, de grote tentoonstellingshal. En normaal gesproken is dit een prachtige daglichtplek, hè, waar iedereen verbaasd op kijkt, wat een mooi atrium. Maar nu maken we er een donkere doos van, een black box. Want dat heeft de tentoonstelling nodig. Het is echt een tentoonstelling die mooi met licht moet worden uitgelicht en dan tot zijn recht komt. De tentoonstelling Body Worlds is heel erg populair, mag ik wel zeggen. Miljoenen bezoekers hebben deze al gezien overal ter wereld. Waarschijnlijk wordt deze tentoonstelling ook. Kunnen jullie dat aan, al die bezoekers? Nou, dat is wel een van mijn zorgen. Hè. We hopen natuurlijk op heel veel bezoek. Ja, daarom doe je eens een keer iets groots. Maar het moet ook niet te gek worden. Hè. Dus daar zitten we wat tussenin. Hoeveel publiciteit moeten we doen? Want als het meteen vanaf de eerste week hier te gek druk wordt, dat er lange rijen voor het museum staan, dan werkt dat tegen ons. Dus we hopen dat het mooi, lekker, flink druk wordt. Maar niet te druk, zodat het oer de hege skwon rint, zoals dat zo mooi in het Fries heet. Maar goed, we zitten met een oud gebouw, er kunnen niet meer mensen in dan zoveel. Dat is door de brandweer bepaald. Dus daar moeten we rekening mee houden. En dat kan betekenen dat, zeker in een herfstvakantie, want dan is het hier altijd druk, dat wel eens wat wachttijden op kan leveren.